lekker te kunnen dansen. Hoorden wij iets over een film? Daisy wordt gespeeld door Aline. Deze vrolijke danseres wil het graag goed doen. We zijn al dagen op zoek naar de filmset. Carly wordt gespeeld door Aya. Ze ergert zich maar wat aan de onprofessionele houding van haar mededansers. Wijsneus. Wesley wordt gespeeld door Manuel. Hij begrijpt Stanley wel, maar wil ook wel graag dansen. Gaan we zo nog dansen? Stanley wordt gespeeld door Maarten. Dit actieve lid van de danscrew heeft alleen maar oog voor mevrouw van Jengelen. Oké. Volgens mij komt het geluid daar vandaan. Kom mee. Klaske Klappen wordt gespeeld door Wout. Hij is de opnameleider en zorgt ervoor dat alles op tijd kan starten. Jungle Beat, take it. Wij wensen u veel plezier bij deze voorstelling. Thank you.
ben niet in de jungle geboren. Laat mij je helpen. Ik ben een held. En de man van je dromen. Ah! Help me dan toch! Nee, dat kan er niet zijn. Zo'n meisje helemaal alleen in de jungle. En hoe komt ze hier? Het is hier reuze gevaarlijk. Waar heb je? Natuurlijk is die veilig. Zolang jullie maar bij mij blijven. Jullie excursieleider. Laat ik haar eerst maar een beetje beter leren kennen. Ik ben Freek Fok. En jij? Kenny Boeien. Waarom kan het je niet boeien? Ik heet Kenny. Kenny Boeien. Oh, dat ken. Ik dacht even dat je niet geïnteresseerd was. Haha. Nee, dat kan. Ja, en daarom heb ik Kenny uitgenodigd om af en toe te gaan in de jungle. Misschien kan dat hem eindelijk boeien. Wij zijn namelijk goede vrienden. Slimme zaakjes vandaag. Hoi, ik ben Esmee en dit is mijn vriendin Romy. En we vinden het zo gaaf om in deze skating te zitten en kunnen niet wachten om naar de volgende ruimte te komen. Nee, dit is een echte jungle. Dat is vast verborgen in de zo. Hallo, ik ben Fleur, top voor de fauna. Nick Rock, wat kunt u vertellen over de planten en dieren om ons heen? Boeien. Jawel man, ik heb een verhaal opgevangen dat de ergste deze jungle planten zijn met gouden bladen. Dat ken ik niet. Nooit van blad, goud woord. Wat is van in de room, Romy? Ik geef hem een blikje. Dat blad gaat het weer. Luister, er zijn wel 1000 planten en... Stop! Niet opeten! Die best zijn giftig! Wat? En dat zeg je nu pas? Ik dacht een leuke tip te gemaakt op de rug van een olifant. En wat is die benauwd? Hoe ligt die er al? Ze is inderdaad giftig. Hoe lang heb ik nog te leven? Ik ga op de grond liggen. En? Zie je nog een olifant of niet? Eerst geluk. Deze bessen zijn oké. Maar de bessen naast die is zeer gevaarlijk uit. Niet meer zomaar iets in de mond stoppen. Mevrouw? Je, van Jelle is de naam. Ik verwacht een leuke, interessante trip, maar wel zonder gevaar. Dus laat mij een aardig tijdje zien nu. Eerst die plant met gouden bladeren graag. Mensen, mensen, laat alles maar mij over. Volg mij, er kan niks gebeuren. Wat een leuke mensen. Op naar een bras, later. Gaaf, een nieuwe ruimte. Waarom? Moet mij niet overkomen? Dacht ik een leuk stukje te gaan vliegen, moet ik een noodlanding maken. En kom ik terecht in deze jungle waar ik achterna gezeten word door... Anna. Anna? Anaconda zeker. Ga weg, man. Meisje, stil maar. Wees niet bang. Ik zal je snel verlossen. Waar gebruikt u die slang voor? Dat is vraag naar de bekende weg. Wat denk je zelf? Niet voor de tuin. Toch zeker geen tuinslang. Slimme meid er en knap ook om het te weten. Oh, stop! Tarzan, help van de jungle. De knappe held van de jungle. Weg jij, de muis is van mij. Ze is van mij. Oh nee! Was op porseleinen koningin Anna. Met haar honden. Ik bedoel, honden. Ze is slecht. Ren de muis heel vlug. Aaaaaah! Sukkel, ik krijg hem wel. Dan is je voor het uitgevecht. Kom maar op, waarom nu niet dan? Omdat ik op mijn toe maak weten. Ik ben zo giftig als wat. Wat een stress. Ik krijg hem wel slaan. Snel naar het meisje. Zonder meisje verloren. En daar stuurt onze toekomstvogel op. Is hij niet prachtig? Oh, wat geweldig. Het lopen van Van der Vap. Een heerlijk restaurant. Eindelijk even ontspannen. Is dat niet een kakadoe? Gelukkig, want ik kan het echt niet langer ophouden. Een nieuwe aanwijzing. Kom, dan weer naar de nieuwe room. Ik heb in mijn leven nog wat vreemde vogels zien, maar dit... Slaat alles. Volgens mij hebben sommigen verkeerd geboekt. Iemand moet het even tactvol uitleggen. Dat weet ik wel. Durf je dat? Ja, boeien natuurlijk. Mevrouw Verheerde, Esmee, Romy, jullie zijn stapelgek. Wat? Stapelgek. Op de vakantie. Stapelgek. Op de skatepoes. Maar dit is de echte jungle. De jungle is alles grote avontuur. Niet dat het mij kan boeien. Maar Freek Blonk hier, die zegt het. Deze zin snap ik niet. Jij? Wat een hoop. Wat een spanning. Nou, er is zelfs toch helemaal niks gebeurd. Bijna opgegeten door een slang. Arme ik. Helemaal alleen in de... Hallo, kan ik helpen? Bent u er helemaal alleen? Zonder gids? Oh, ik help u. Vrees niet. Schone dame. Schone dame. Is mij dat zo gezien al heel lang in de jungle. Maar gelukkig heb ik nog wat deel dat bij me. Dit is helemaal niet in het script. Wie zijn jullie? Ik laat een cursus in jungle. Wie zijn jullie? Ik ga zo'n carnaval vieren. Stop maar! Wie hebben deze mensen hier neergezet? Wat doen deze mensen hier op mij?
heet Zet. Zet, wat doet u? Wij filmen hier de Jungle, beste man. Ik ben Finn. Benito, de regisseur. En herkent u haar niet? Het is Claire Verbouten, de beroemde actrice. We maken hier haar nieuwste bioscoop in. Nou, dat weet ik nog niet hoor. Ik heb zulke slechte teksten. Help, oh nee, help, toch even vertaald. Nou, mijn rol is nog stommer. We hebben bijna te vechten met een slang die meer doet op een oude sok met pingpongballen in plaats van ogen. Zo, daar schap ik niet op. Kappen nu, we zijn gestopt. Oh, gelukkig, ik wil dat met de slisher open. Wat een slechte film. Nee mensen, het is geweldig. Een meisje, werelds alleen in de helft te brede kuiplijn. Zo'n originele film wordt bijna nooit meer gemaakt. Maar alles kan in de wereld van de film. Alle mensen hier maar snel weg, maak de set klaar en actie! Ik moet ingrijpen zonder dat iedereen in paniek raakt. Help!
Ja, Finn. Ja, Finn. Je ziet toch haarschap in dat je geen focus ligt? En Sonny, is het geluid wel goed? Wat zeg je? Is het geluid wel goed? Zolang hij terug moet laten. Ja, ja. Het achtergrond van alle dieren is namelijk prachtig. Ik moet ingrijpen. Ik gooi alles om. Alles. En ik heb een plan. Ik en weg is het plan. En die kleur is me toch zo ongeloofwaardig. Als mijn moeder ouders je dat toch gesprek niet veel. Ja, Rob. Jij bent toch van de props? De kleur, de mooie hoed met een grote bloem of zo. Na onze stad veel gaat zo'n bloemen. Bovendien, daar is de kostuum al tegen voor. Kijk, daar heb je hem. Haal snel als een assistent die jij hebt. Oh, druk. Wat heb je toch zwaar? Ja, heel zwaar. Heeft dan niemand medelijden? Kijk eens hoe druk ik ben met. Druk zijn. Je ziet je meneer zelf. Je moet dan kleding maken, stoffen uitzoeken, wassen en nu? Ik heb alle druk. Harry, kun jij even goed? Geen tijd, kom in. Help me even met druk zijn. Druk. Rob, breng wij dan maar die hoed voor Claire. Ik moet nog iets doen. Oké, ik moet nog een beetje doen. Hé, natuurlijk. Dat klinkt hier prachtig. De producent ziet me aankomen. We maken hier geen natuurfilm. Nou, die worden best goed bekeken hoor. Zo zag ik laatst. We hebben genoeg wat van. Oké, ik zoek er wat. Dat is een klapper. Help mee als ik een boek met de bloemen op het verschil ga maken. Misschien een klaproos. Oké, geen woord tegen acteurs. We stralen zelfvertrouwen uit. We houden het nog gewoon in de hoed. Nogmaals, sorry voor deze onderbreking, mensen. We zaten ineens in een hele slechte film. Ik heb het gevoel dat er nog steeds in zit. Waar is het echte avontuur? Waar zijn de apen? Ik ruik ze wel, maar ik zie ze niet. Ja, die zijn mooi nagemaakt, hè? Dit app, die daar met zo'n rare mond. Dit is een mondgek. Sst! Wat is er? Waarom doet hij nou een slang aan? Daar, een giraf. Volg mij. Ken jou zeker niet meer. Giraf? Nee, raak je zin in extra van dat de mogelijkheid. Wat doen we hier eigenlijk, Sjaak? Jongen is toch ook niet voor jou? Daar zit toch ook niet voor gezellig in, oké? En precies daar hoor ik dat verhaal over die planten. Planten? Met die gouden bladeren. Kenny, luister mijn vriend Stimsja. Ik hoorde een vent luisteren over goud. Ik kon hem niet goed zien, maar hij zat vlak achter me. Ik dacht, wat hoor ik nou? Kenny, ik moet voorstellen, grap. Helemaal geen grap. Hij bleef maar babbelen dat de ergste deze jungle plant moet zijn van die gouden bladeren. Zijn ze niet prachtig? Laat dat maar overgaan, Rob. Deze gaan mooi voor van Kerk van Buiten. Wat een toch nog een gouden film. Dat zijn ze. En die moeten wij hebben, Kenny. Dit moeten we slim aanpakken. Nee, ik kan hem niet maken. Jij gaat aanpakken met de Claire en een jatje de bladeren. De vrouw is bezig met het filmpje. Waar jij in gaat spelen. Die tarsel die ze nu hebben, ga jij vervangen. Dan is het normaal dat je op de filmset bent en sla je slag. Hoe gaan we ons voor elkaar krijgen? Ik kan moeilijk zijn, ja, door snijden. Briljant plan, Kenny, mijn vriend. Die tarsel gaat neer. Oké, mensen, we gaan door met de film. Mag ik hier weer op de set hebben? Meneer Dito, is dit de scène waarin ik nog aan de jaar moet doen? Ja, maar jij niet. Daar hebben we het stuntteam voor. Aan de kant, niks aan de hand. Ga eerst kijken of alles veilig is. De ondergrond is veel te hard. Super hard. Keihard. Valt mee. Wij controleren nu de lianen. Ik zie het al te dik. Ik zie het ook te dun. Weet je wat ik zie? Het zit echt veel te veel tussen dik en dun in. Precies goed. Wat heeft het te betekenen? Dan moet zij toch die stunt maken? Oh, dat kan niet. Het gaat om een stunt. Dit is mijn vrouw. Oh goed, niemand gezien dat het daar zelf niet is. Jij vrouw is geen stunt, vrouw. Je doet onze boek